sound. Race nummer 15 is gestart met Louis Dekens, Tour Looyen, Matthias Eikens, Bente Klerk en Mauro de Frank. En we hebben een penalty in de laatste race, race nummer 14. Penalty voor Bill van Engeland. Inside skater failure to give way. De hele groep hier nog samen. We zien Tuur Looyen aan de leiding in deze race, gevolgd door Louis Dekens. En een aanval van Matthias Eikens. En Louis Dekens pakt de leiding in deze race voor Matthias Eikens en Tuur Looyen, met nog 3 ronden te gaan. Louis Dekens, Tuur Looyen, Matthias Eikens zijn de eerste 3 in deze race. Met nog 2 ronden op het rondebord. En we gaan naar de bel voor Louis Dekens, laatste ronde. Ook de laatste ronde voor Tuur en Matthias. Bente Klerk op positie 4, Mauro de Frank op positie 5 in deze race. En de finish voor Louis Dekens. Tuur Looyen pakt de 2e plaats en Matthias Eikens op positie nummer 3 in deze race. Voor Bente Klerk.